dat ging bij internet TV. Leuk. Is het anders? Ja. Lekker stil. Vroeger lulden wij nog wel eens. Vroeger lulden wij nog wel eens gewoon door de lieder heen en dan hadden we niet in de gaten dat het begonnen was. Hè? Nee, en wij een sterblok klaarstaan, of niet? Ja, we hebben nog sterren. Kan je even sterren van je starten? Sterblok. Ja. Ja, sterblok. We beginnen vandaag met een sterblok. Ja. Gewoon een willekeurig? Ja, ja, doe maar een sterblok. Een lekker blokje. Dat is wel een hele oude. Heel oude, oude doos. Ja. Nou ja. Tempo. Dit blok was vrij goedkoop. Als we het hiermee hadden. Nou ja, het bereik was toen wel heel groot natuurlijk. Ja, ja. 7 seconden geleden begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant. Dezelfde krant die u elke dag al het nieuws brengt van overal. Leg nu uw krant even opzij en kijk naar de reclame op uw beeldbuis. U kunt straks immers rustig verder lezen, want uw krant kunt u niet missen. Geen dag. Nou, ja, geweldig. Genoeg hoor. Ja. Ja. Zo, vooral geweldig, omdat ze het medium gebruiken om voor hun eigen medium reclame te maken. Wanneer was dit, Arjan Buurman van de Ster? Directeur van de Ster. Directeur van de Ster, ja. Dat klopt. Dit was 1967. Ja. En nou, dat moet revolutionair geweest zijn voor mensen, dat ze ineens commerciële boodschappen tussendoor kregen. Dat was het zeker. Het was ook shocking. Er zijn ook allerlei politieke aardsverschuivingen hebben er plaatsgevonden toen om dat allemaal mogelijk te maken. En met name de krantensector maakte zich ook grote zorgen dat los van eventueel verderf wat er dan over de televisie werd uitgestort, want dat was de commerciële boodschappen via televisie, dat was toch niet helemaal de bedoeling, maakte men zich ook zorgen dat het krantenmedium, wat natuurlijk ook deels gefund werd door reclameinkomsten, daar te veel last van zou hebben. Dus eigenlijk is er helemaal niets veranderd? Nee, sommige dingen blijven door de jaren heen, door de eeuw heen. Door de, heel tenminste, dat is toch ook weer de discussie van de afgelopen jaren. De publieke omroepen als marktverstorend, de sterren als marktverstorend. Ja. Nemen dit soort discussies een belangrijk deel van jouw dag in of gaat het aan je voorbij? Nee, dat heeft wel absoluut ook. Dat houdt mij ook bezig van tijd tot tijd. En de kunst is een beetje om, vind ik altijd, om natuurlijk heel erg goed focus te houden op daar waar de ster voor is. Waartoe zijn we op aard? Zoveel mogelijk geld verdienen uit het mooie kijk, luisteren en online bereik wat al die publieke programma's genereren. Dus daar moet je ook met je hele organisatie zoveel mogelijk energie in stoppen en vindingrijk zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar je kunt niet je ogen sluiten voor het feit dat je in een publiek-private constellatie werkt. En dat vraagt dan ook meteen dat je daar wel oog voor hebt. En ja, dat de ene moment is dat wat meer onder de radar, wat meer achter de schermen. Dan is het weer wat openlijker. Moet je daar wel op schakelen. Want er zijn heel veel aannames worden er gedaan en heel veel stellingen worden er geponeerd. En er zijn ook heel veel belangen en belangetjes die daar allemaal op van invloed zijn. Ja. Wij discussiëren hier aan tafel heel vaak over de impact van de digitalisering en internet op allerlei sectoren. Dat, van gezondheidszorg tot onderwijs. Jij bent directeur van de Ster. Je zit er ook al een tijd, dus je hebt goed kunnen zien wat er de afgelopen jaren is veranderd. Het is een heel groot thema hoor, de impact van... Maar wat is de impact geweest op jouw werk en op de Ster de afgelopen 10 jaar? Nou, aan de ene kant heel groot en op een aantal vlakken misschien ook wel weer, als je het heel macro kijkt, weer minder groot. Want als je naar de cijfers kijkt, even om daar maar mee te beginnen, dan zie je dat wij vrij consistent nog steeds een heel stabiel, heel stabiele hofleverancier zijn van een flink bedrag. Zo rond de 200 miljoen op jaarbasis aan OC&W. En dat geld wat wij verdienen, dat vloeit naar de mediabegroting. En daar worden dan weer die mooie programma's met publieke omroep van gemaakt. Dus dat is op zich, staat nog 4 overeind. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Want tegelijk, je zegt net, hè, er is nogal wat gebeurd. Op het moment dat even terug gaat in de tijd en je kijkt naar 10, 15 jaar geleden. Dan zie je dat voor de gemiddelde adverteerder die de mogelijkheid heeft om zijn advertentiegeld in te zetten en zijn doelgroep te bereiken om zijn product of dienst aan de man te brengen. Nou, kon die kiezen uit een overzichtelijke hoeveelheid mediumtype en dan per mediumtype een overzichtelijke hoeveelheid spelers binnen dat segment. Nou, en dan kon je toch al snel een mooie mediamix samenstellen. En dan was je ook redelijk verzekerd van bereik in jouw doelgroep. En dan had je het snel voor elkaar.
En als je kijkt hoe dat nu is, dan is dat medialandschap is natuurlijk geëxplodeerd. Niet alleen binnen de mediumtype, dus binnen de televisiemarkt, binnen de radiomarkt, binnen het dagblad of wat ook, is ook gewoon daarbuiten omheen een heleboel veranderd en zijn er heel veel spelers bijgekomen. En nou, dat maakt het natuurlijk voor adverteerders wel vele malen ingewikkelder om met dezelfde investeringen of manieren hun doelgroep te bereiken en hun product of dienst onder de man te brengen of aan de man te brengen. Maar die maakt het ook niet, aan de andere kant geeft het hun ook weer meer macht, want jullie moeten meer je best doen als partijen die zeg maar reclameruimte te verkopen hebben, ja. Om uit te leggen waarom, of de prijs die jullie vragen de juiste is, of de plek die jullie te bieden hebben de juiste is. Dus anders, dat is de andere kant van de medaille. Ik denk ook in die zin, ik vind het ook een fantastische tijd waarin we leven. En het is natuurlijk heel spannend, omdat op een heleboel fronten er wel ontwikkelingen gaande zijn die in mijn beleving ook wel zich nu bijna revolutionair voltrekken, omdat de technologie dat steeds makkelijker toestaat. Maar die businessmodellen gaan per definitie veel evolutionairder. Want het is natuurlijk altijd. Er zit natuurlijk toch wat conservatisme en wat vertrouwdheid. En je gaat niet de oude schoenen weggooien voordat je zeker weet dat die nieuwe ook je hetzelfde komt. En is jou dat de afgelopen jaren eigenlijk tegengevallen hoe snel die verschuivingen plaatsvinden? Want de publieke omroep is ook een van de grootste spelers op internet. Timmert goed aan de weg op mobiel. Zie je daar nou een significante verschuiving van tv in die richting? Dat gaat echt nog langzaam. Het gebeurt wel. Maar waar hebben we het dan over? Het ligt er een beetje aan hoe je dat definieert. Kijk, ik vind, als je zegt, ik zei al net eventjes over, de televisiemarkt is vorig jaar gedaald en überhaupt de advertentiemarkt heeft de afgelopen jaren als gevolg van de crisis natuurlijk een absoluut een daling laten zien. Maar het is maar een beetje hoe je dat definieert. Want we weten ook allemaal dat Google een redelijk dominante positie wereldwijd heeft. Maar ook in Nederland. Dus je houdt jezelf ook een beetje voor de gek hoe je die definitie pleegt. Want daar is natuurlijk ook heel veel geld naar Google gegaan. In search en andere varianten. Dus, want de schattingen zijn geloof ik dat is tussen de 6 en de 800 miljoen per jaar of zo. Ja, volgens mij roepen ze al dat het tegen een miljard aan zit. Dus dat is, niemand weet het. Ze communiceren er niet over. Dus, er wordt natuurlijk wel wat opgecijferd en dat doet iedereen. Maar het is in ieder geval substantieel. En het is ook een partij die, die 10 jaar geleden nog geen niet van significant omvang was. Als je daarnaar kijkt, hebben jullie bijvoorbeeld als ster, hebben jullie zo'n Google onderschat? Had je iets kunnen doen waardoor ze in ieder geval in ons taalgebied minder belangrijk hadden kunnen worden als je daar nu op terugkijkt? Ik denk niet dat we ze hebben onderschat. Ik heb wel van een meet af aan ook groepen en ook in het publiek om aangegeven. Dit is wel een hele serieuze partij. Maar niemand wist natuurlijk ook dat het zo groot zou worden. Want als je het echt had geweten, had je misschien wel een heel intelligent zoekmachinebedrijf. Was je gestart, ik weet het niet. Ja, time will tell. Maar om even terug te komen op die adverteerder. Want dat vond ik wel een hele interessante. Wat je wel ziet is dat die mogelijkheden zijn natuurlijk heel veel meer geworden. En je ziet dat een aantal adverteerders natuurlijk ook daar enorm mee geëxperimenteerd heeft. Maar je ziet ook wel dat er nu, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar wat er de komende 2-3 jaar gaat gebeuren. Dat er ook nu weer een soort herbezinning of een soort shake-out komt. Want alleen maar met ik wil 60.000 of 100.000 Facebook likes. Daar kom je er ook niet mee, zeg maar. Dat was een beetje van als je dat dan maar deed, dan was je misschien wel verzekerd van een succes. Dat is niet zo. Is voor sommige zo. Campagnes of voor sommige producten of diensten, als je daar een goed. Als je dat goed inpast in jouw totale communicatiestrategie, kan dat heel erg functioneel zijn. Maar dat is niet per definitie gezegd. En dat is toch vinden beetje wij dat dan altijd grappig, als je meer online georiënteerd bent. Want nu zegt iedereen van die Facebook likes heb je helemaal niks aan. En volgens op Twitter heb je ook allemaal helemaal niks aan. Maar je kunt dat nog in ieder geval nog meten. Ja. Terwijl de reclames die tussen de programma's uitgezonden worden. Dat is natuurlijk ook allemaal van wie kijkt ernaar? Dat weet je natuurlijk wel. Hè. Op zich hebben we in Nederland wel een buitengewoon robuust, degelijk, toonaangevend kijkonderzoek. En, het wordt gemeten, Het wordt goed gemeten. Je kunt ook Je wordt gemeten in hoeveel huiskamers de televisie aanstaat. Ja, en ook hoeveel er gekeken wordt. Want als je echt niet kijkt of je niet afmeldt of je daar onbetrouwbaar gedrag vertoont, dan word je uit dat panel gegooid. Dan nog is het natuurlijk de vervolgstap. Je wil eigenlijk naar die interactie toe. En de conversie en de interactie. Ja. En dat is natuurlijk iets waar het de komende jaren in mijn beleving naartoe gaat.
dat relevante reclame van steeds grotere waarde gaat worden. En daarmee kan je dus ook je onderscheidend vermogen, denk ik, beter gaan neerzetten. En kan je ook daar natuurlijk een prijs voor vragen. Want op het moment dat, ja, hoe relevanter jij wordt en hoe meer jij toevoegt aan de communicatiemix of het resultaat van zo'n adverteerder, ja, hoe beter het is. En dat is natuurlijk een strijd. En dat zou, daar kunnen Facebook likes misschien bij helpen. En daar kunnen Twitter uitingen mee helpen. En daar kan ook televisie nog steeds bij helpen. En zal daar ook nog bij blijven helpen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik geloof niet zo heel erg in die enorme scheidslijn van we hebben hier een wereld en dan hebben we een ravijn en dan gaan we naar een nieuwe wereld. Dat gaat natuurlijk enorm met elkaar vermengen. En de kunst is, denk ik, om een goede mix samen te stellen en te snappen wat het een bijdraagt en wat een nieuw element dat dan nog kan versterken en dan dat versterkend effect kan. Dan noem je interactiviteit, een bruggetje even naar Ster Extra. Jullie hebben een tijdje geleden voor gekozen om je eigen second screen applicatie te lanceren als Ster. Waarbij je tijdens de sterblokken op reclames kunt reageren en extra voordeeltjes kunt krijgen en dat soort dingen. Vrij opmerkelijke stap, denk ik. Ja, waarom hebben jullie dat? Ja, ik vond het bijzonder. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, vanuit een overtuiging dat dat multiscreening gewoon iets van de toekomst is. En dat gaat nog exponentieel stijgen. Dat hebben we ook gezien. Ik bedoel, 3 jaar geleden wisten we niet. We zitten nu allemaal met zo'n ding en zo'n scherm voor ons neus. En als je tv kijkt of andere dingen doet, heb je ook 1 of 2 schermen continu binnen handbereik. Dus dat wordt een tweede natuur van mensen om dat te gebruiken. En hoe mooi is het nou als je je adverteerder de mogelijkheid kunt geven om bij die boodschap op dat eerste scherm nog een soort verdiepingsslag en een rechtstreeks interactie met die doelgroep te creëren. Waarbij je ook NAW's kan geven of nog een verdieping van het merk. Er zijn heel veel, neem de automotive industrie, zijn heel veel autocommercials die worden geadapteerd. Hè? En dan zie je een mooie auto op een prachtig bergwegje rijden. Nou, dat is allemaal keurig gefilmd en gedaan. Maar hoe mooi is het dan als jij het in de huiskamer kan brengen en kan zeggen dat je bij de dealer, bij wijze van spreken, om de hoek, dat is dan nog de volgende stap, want zo gedifferentieerd is het nu nog niet. Maar daar zou het natuurlijk wel in theorie naartoe kunnen gaan in mijn beleving. Dat je dan komend weekend daar een proefrit kan maken. En als jij heel snel bent, kan je misschien nog wel Een autootje winnen. Of het hele weekend meenemen of een leerpakket krijgen. Of verzin het maar. En die mogelijkheid is natuurlijk heel interessant. En we hebben ook gezien, we hebben het op een gegeven moment wel een beetje, want er was natuurlijk een behoorlijke hype rondom dat hele second screen. We hebben het ook een beetje in een pressure cooker gegooid van we willen het gewoon nu gaan proberen. En dit is ook iets, dit moet je samen met je adverteerders gaan ontdekken en onderzoeken. En je weet niet precies wat wel en niet werkt. Maar dus we weten wel. Dus een experiment? Ja, een heel wel. Zijn jullie al in een stadium aanbeland dat je evaluerend er iets over kunt zeggen wat je ermee bereikt hebt? Of wat wel werkt, wat niet werkt? Ja, een aantal dingen. We zijn nog wel echt aan het leren. We zijn nog bezig en we zijn nog niet waar we willen zijn. Want ik heb het idee dat er nog meer in zit. Maar wat sinds we gelanceerd hebben, hebben we nu ruim 200 cases gedaan. En het mooie is wel over de hele linie van adverteerderssegmenten. Dus van automotive, fast movers, retailers, e-tailers. Noem het maar op, financiële dienstverleners. Echt allerlei soorten adverteerders. Ook allerlei soorten cases. We weten wel, we zien nu al dat het kans op winnen, dat soort dingen, dat is, we blijven Nederlanders met elkaar voordeeltjes. Dat is altijd heel goed. We hebben een aantal cases waarvan we zeggen, die hebben we ook nog weer verder onderzocht. Uit mijn hoofd zeg ik even, de koekercase was heel interessant, want dat heeft en heel veel betekend voor het gebruik en de aanmeldingen. Maar wat ook interessant is, dat we hebben gekeken dat ook de koopintentie en de merkvoorkeur is daar ook enorm mee gestegen. Dus je ziet dan dat je ook nog, als je het hebt over impact, dat je daar ook een enorme slag mee slaat. Nou, even mijn beeld, de reclame begint en dan moet ik dus bedenken van ik moet nu die app opstarten om te kijken of er iets extra's gebeurt. Nou, nu is dat nog wel zo. Nu jullie moet je melden toch ook in beeld, hè? We melden in beeld. We zeggen zo meteen is er extra blok en dan, dat wordt allemaal wel. En daar zijn we natuurlijk ook nu over nadenken, hoe kunnen we dat nog beter neerzetten? De volgende stap is, want je moet dus wel die app al gedownload hebben en open hebben staan.
de volgende stap is. Maar goed, naarmate de premiums interessanter worden en het bekender wordt, ja, gaat dat natuurlijk ook zich nog beter uitrollen. En we zijn nu bezig, of daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar als het goed is gaat dat wel binnen nu in afzienbare tijd gebeuren, dat die geïntegreerd wordt in de NPO-app. En dat is natuurlijk helemaal mooi. Want ja, hij dan gaat in de uitzending gemist. Juist. Hè? En dan heb je natuurlijk waar je ook live straks kunt kijken. Precies. En, dus dan kan je daar makkelijker nog weer, dan hoef je dus niet via de eigen gedownload zijn. Dus dan wordt het eigenlijk nog weer natuurlijker. En ja, dat is ook weer leren van hoe dat dan vervolgens werkt. Maar Ja, we hebben een vraag van Juri van Geest. Ik ken het niet, maar misschien kent jij het. Maar het is een vraag voor jou. Hoe zie jij de toekomst van crowdsourced commercials zoals bij Tongal? Die groeien heel hard, veel goedkoper en scoren goed. Ik heb er nog nooit van gehoord. Jij Tongal ken ik ook niet. Ik ken wel die crowd. Je hebt wel natuurlijk allerlei soorten vormen van firewalls die worden neergezet en dat heeft, sommigen hebben zeker een heel groot bereik onder een specifieke doelgroep. Maar hoor ik soms ook wel eens van als zeer zie iets uitproberen. Maar ik denk dat we wel realistisch moeten zijn. Dit soort experimenten gebeuren natuurlijk heel veel. En ik kan ook niet in een glazen bol kijken. Er gaat natuurlijk nog steeds, er gaat in de toekomst steeds meer nog online plaatsvinden. En ik denk dus nog meer niche of nog relevanter toegespitst. Maar dat neemt niet weg dat ook lineair van hele grote waarde blijft. Ja. En ik denk dat je ook als je de afgelopen jaren kijkt, dat is natuurlijk niet een onaanzienlijk segment van alle webwinkels, e-tailers. Een aantal daarvan zijn natuurlijk heel duidelijk begonnen. Die waren echt pure players, gewoon lekker op internet. En die dachten, we kunnen dat zelf en we kunnen dat handig viraal wegzetten. En toch, de echte grote groei die zij doormaken, maken ze door op het moment dat ze toch via televisie, massamedia, uiteindelijk traffic naar hun site halen. Dus ja, als je dat gezegd hebt, logisch, snap ik. Want er zitten nu helemaal heel veel mensen te kijken naar de Wereld Draait Door en et cetera. Daarna komen die blokken. Andersom, we zorgen zo even voor een nieuwe water voor je. Dat is een slokje van mijn bier, dat mag ook. Hey, maar andersom, denk ik, van jullie hebben, dat was mijn ervaring. Ik heb vroeger bij de VPRO gewerkt en ik dacht, wat is het toch jammer. He, dat we bijvoorbeeld bij zo'n 3 voor 12 met al die lokale edities, dat we niet die kleine adverteerders kunnen pakken. Ja. Wat Google natuurlijk ontzettend goed heel doet. Knap doet. Ja. Zodat je zegt van we hebben 3 voor 12 Eindhoven. En daar kan de lokale platenzaak. Ja. Die heeft ook €200 te besteden. Zit onmiddellijk in zijn doelgroep. Daar hebben jullie eigenlijk niks mee gedaan. Nee, maar dat klopt. Maar dat is wel. Dan moet je wel even gewoon heel realistisch zijn. We hebben natuurlijk wel eens gekeken ook naar nog samenwerkingen met regionale landelijke regionale omroepen en zelfs nog lokale omroepen, zelfs wel eens verkenningen opgedaan. Ja, bij de Ster werken 100 man. Je bent een kleine organisatie. En we doen gewoon 3 televisiezenders. We doen 6 radiozenders. We hebben de afgelopen jaar het hele online verhaal uitgebouwd. En nogmaals, de ambities daar groter dan waar we nu staan. Laat dat ook helder zijn. Maar je moet dus keuzes maken. En Google heeft het uitermate slim gedaan. Maar die hebben natuurlijk ook een model waarbij ze heel makkelijk heel veel kleine visjes kunnen vangen. De technologie maakt dat mogelijk. Natuurlijk, de technologie en hun uniciteit en denk ik dominantie op dat vlak. Want de vraag is of die lokale ondernemer dan inderdaad 3 voor 12 VPRO wil hebben, of dat hij nog 5 of 20 of 30 andere alternatieven heeft in de lokale omgeving. Ja. Ik geef maar even een voorbeeld. Maar echt inzoomen, het personaliseren, hebben jullie niet veel aan kunnen doen dan? Nou, dat vind ik wel 2 verschillende dingen. Want 1 is meer een segmentatie op geografisch gebied. En zeg maar, en dan naar niches, waardoor je zegt, oké, 3 voor 12 de platenzaken in daar of daar. Maar misschien thematische niches zijn nog veel interessanter. Die zijn, en daar hebben we er op zich al wel van. We doen natuurlijk soms wel bepaalde ook proposities die wat kleiner zijn, waar we wel op inzoomen. Maar wat denk ik, en dat, ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat is wel iets waar wij natuurlijk nu naar kijken en over nadenken. En dat is absoluut ingewikkeld, ook als je kijkt naar privacy. Ik noemde net al een beetje relevante reclame. Dat is natuurlijk wel iets. Kijk, reclame kan heel aantrekkelijk en heel leuk zijn en ook helemaal niet als irritant worden ervaren op het moment dat het spot-on is en dat het gewoon jou informeert of en dan kan je zelf nog besluiten wat je er vervolgens mee doet. Ja. Reclame wordt heel annoying of intruding ervaren op het moment dat het niet voor jou interessant is of het is slecht gemaakt of nou goed. Op zich is het niveau van de gemiddelde commercial in Nederland niet echt dramatisch. Dus het ligt vrij hoog als je dat bekijkt over de wereld. Dus de standaard in Nederland is absoluut indrukwekkend.
Maar het gaat natuurlijk heel erg om van hoe kan je nog beter pinpointen en hoe kan je nog beter aansluiten op datgene wat een potentiële consument wil. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. Zeker als je kijkt naar... Second Screen is daar ook een manier van natuurlijk, waarbij je daar meer zou kunnen leren. Maar ook alle vormen van welke betaaltelevisie ook. Op het moment dat mensen zich gaan abonneren of dat mensen echt ergens voor kiezen. Ja, dat is natuurlijk het alternatieve model. NPO gaat daar ook mee spelen met NPO Plus, onlangs aangekondigd. Dus waar de met dat publieke geld gemaakte series ook gewoon straks on-demand tegen betaling te bekijken zijn. Netflix is gekomen. Er komen allerlei over de top proposities van internettelevisie-achtige dingen. Mm-hmm. Frank Meeuwsen die meldt het ook. Wat is de relevantie van het scherm dat aanstaat als ik mijn Google Chromecast er net heb ingeplugd om naar Fast Moving Targets te kijken op zo'n grote scherm? Ja, zo hoort het, denk ik dan. Ja. Maar er gebeurt van alles. En ik zie die ster toch nog vooral gewoon zitten in die lineaire wereld. Zie jij dat? Denk jij dat je dat overeind kunt houden? Of nou ja, ik denk als je helemaal niets doet. Ik geloof niet in zelfgenoegzaamheid en achteroverleunen. En van dat is nog heel groot. Het is natuurlijk nog steeds groot, laten we duidelijk zijn. Hè. De lineaire televisie kalft niet af. Dat is heel 3 uur en een kwartier op dagbasis. Neemt alleen maar toe. Ja. En als je kijkt naar Amerika zit het ruim op de 4 uur. Dus er is blijkbaar nog in termen van audiovisuele consumptie is er nog geen verzadiging bereikt. En met alle Netflix en zo, voorbeelden, wordt het dus nog makkelijker om te kijken. En ik geloof dat er zelfs voorbeelden zijn, ik meen van Netflix, dat het lineair kijken ook toeneemt weer door deze on-demand aanbieders, over de top aanbieders, omdat bepaalde series dan misschien die je ooit gemist hebt als oude lineaire kijker. Die kan je dan nu op Netflix bekijken. En dan ga je de nieuwe episode wel weer lineair. Want dan wil je toch het alvast weer zien. En dan is die nog niet op Netflix beschikbaar. Dus op zich zie je daar natuurlijk ook door die nieuwe technologie dat er synergie ontstaat. En dat zie je ook bijvoorbeeld door Twitter. Twitter genereert extra kijkers. En een groot programma wat goed bekeken wordt, genereert weer extra tweets. Dus daar zit ook een versterkend effect in. Dus die consumptie neemt toe. De vraag is, op welk moment neemt lineair af? Ten koste of ten faveur van als het afneemt. Het kan ook zijn dat het er gewoon bij komt. En ik denk dat wij moeten heel goed kijken vanuit onze taak. Waar kunnen we het geld verdienen? Nou, we kunnen het geld heel goed en primair op dit moment, laat ik ook heel eerlijk in zijn, dat voor het grootste gedeelte verdienen we het nog met lineaire televisie en radio. Kun je er percentage van geven? Wat online doet en wat tv doet? Online is echt nog een fractie van televisie en radio. Dus, maar een paar 10%? Nou, dat ja. Dan laten we het rond die koers houden. Okay. Ja, en dan heb je dat zijn eigenlijk dan de pre-rolls die je doet voor de video's binnen uitzending gemist en dat soort dingen. Even voor Laten we zeggen dat je van de 200 miljoen netto, ik doe het dan even in de netto-netto's, want dat lijkt me beter. Ga ervan uit dat van die 200 miljoen, zeg maar 150 ongeveer tv is en 50 is radio en online. Dus dat is eventjes, dat zijn de verhoudingen. Dus dat betekent dat televisie echt een hele dominante hap is uit die taart. Dus daar maak je ook de grootste slagen nog steeds. Dat neemt niet weg dat je wel op televisie moet blijven nadenken en moet experimenteren en moet kijken wat er verder mogelijk is, hoe je dat moet verrijken. Wij vragen op televisie een hogere prijs voor onze GRP's. Dat is de maat waarin wij afrekenen met onze adverteerders, procent bereik in de doelgroep. Wij vragen een hogere prijs, omdat je via onze zenders een unieke doelgroep kunt bereiken, die je elders niet bereikt, hoogopgeleid, kapitaalkrachtig. En er is natuurlijk schaarste. Wij hebben gewoon de helft minder zendtijd ten opzichte van die commerciële spelers. Ja. Dus dat is. Maar dat moeten we iedere keer natuurlijk wel weer bewijzen. En iedere keer moet je ook aantonen dat het zo is. En we doen er veel onderzoek naar van wat dan ook die relevanties van die kwaliteitsprogrammering. Want iedereen voelt wel dat het onderscheidend is. Ja. Maar je, maakt het hard. Je moet het wel hard maken. Ja. En als je dan kan hard maken dat als een programma hoger gewaardeerd wordt, dat je dan ook dat reclame-effect in het blok ook echt significant groter is. Dan is dat wel. Speelt daar ook bij, je zei het eerder al, als een programma waar meer over te doen is op bijvoorbeeld Twitter of wellicht op Facebook. Maar Twitter is voor dat soort dingen denk ik een belangrijk ding. Is dat ook een argument voor jullie om te zeggen, wij hebben betrokken kijkers bij een programma? Speelt dat mee? Dat laten wij wel. Wij laten dat meespelen. En dat is een onderdeel van onze prijspropositie. Kijk, krijg jij gewoon 's ochtends ook op je bureau
het aantal tweets bij De Wereld Draait Door of bij Pauw en Witte Man. Nou, daar kijken we nu steeds meer naar. Wie is de mol? Ja. Of, maar dat ja. Boort dat nu tot jouw niet standaard? Niet iedere ochtend, zo geavanceerd is het nog want niet. Jij gaat wel 's ochtends naar in je appje. SKO-appje. 10:15, geloof ik. Nee, hoe laat is hij er? Ja, acht uur, kwart voor acht, soms. Maar, dat wisselt. Dus dat is het eerste van de dag. Maar je hebt niet elke dag, zeg maar, ook zo'n rapportage. Nee, nog niet. We hebben dat wel op we volgen het nu wat breder en op maandbasis, jaarbasis. Ik geloof in december alleen al 1,7 miljoen tweets over tv. Geen Rieke, even alle. Ja. Dus daar zitten ook een aantal commerciële programma's bij. Maar ik geloof dat alleen al een wedstrijd, Champions League wedstrijd Ajax vorige keer was uit mijn hoofd iets van 60.000 tweets. Weet je, dat is gewoon. Dus de impact van een lineair moment wat mensen met elkaar willen beleven, wat dat dan weer heeft op dat tweede scherm. Ja, dan voel je dat daar natuurlijk dat is een interessant huwelijk tussen televisie en Twitter. Hè? Van hoe kan je dat nou verder tot wasdom brengen in het voordeel van je klant? En dat is en je medium. Dus. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je in mijn beleving heel goed naar moet kijken. En wel moet anticiperen en inspelen. Ja, nou, mobiel is het grote. Nou, wie dit de oplossing. Holy Grail. Wie de oplossing verzint voor reclame op mobiel. Die is de hero. Ja. Die is de hero. Hoe ver zijn jullie bij de step? Nou. Ik denk dat wij het volgen en er maar ook mee worstelen. Ja, we hebben ook onze second screen nu op mobiel en op smartphone en op iPad was hij dan al eventjes. Maar de worsteling natuurlijk op mobiel is als je het hebt over de ruimte. Ik focus me niet heel erg op alle banneringen en zo. Het gaat mij wel heel erg om video. Ik denk dat ook de meest relevante en impactvolle content is die je daarin kunt krijgen. Maar het nadeel is natuurlijk met mobiel dat het je moet nadenken over. Het is dus vluchtiger. Het is, dus je moet nadenken over de toch short form of andere. Ja, je kunt niet één op één. Dat is wel duidelijk. Hè? Je kunt niet één op één de reclame die op tv uitgezonden wordt. Nee, maar dat kan je natuurlijk ook al niet op uitzending gemist. Dat doe je ook al niet op de iPad, zeg maar. En dan doen we een pre-roll. Ja, dan hebben we een pre-roll van. Want heb jij wel eens op YouTube een reclame niet geskipt? Soms. Mag ik even iets anders gaan doen, of niet? Per se even. Ja, ik heb echt dat nog nooit gedaan. Elke kans die je krijgt waar staat skip, skip ik. Ja. Dus de plek waar ik controle krijg. Ja. Dus de andere plekken waar dat niet kan. Dus bij uitzending gemist of iets dergelijks. Irriteert mij dus mateloos. Omdat ik op die andere plek gewend ben. En dat die perceptie is zo veel anders dan televisie waar we eraan gewend zijn. Weet je wat zijn? Ik een leuke vond? Ja. Ik was bij Hulu 2 jaar geleden of zo. En die hadden bedacht dat je mocht kiezen uit. Dan kreeg je 5 reclames. Je moest er wel eentje kijken. Die vind ik ook leuk. Van, weet je, dan kan je nog, dat is natuurlijk een soort van maar dat, targeting. Dat gaf een ander gevoel. Ja. Dus dan weet je. Dat, je bent zelf regisseur van wat je ziet. Dat en dan is denk je, doe die dan nog maar een keer. Hij kreeg vorige week een dan een zijn je kinderen vragen van, wil je om 8 uur of om 8:30 naar bed? Maar dan wordt het in ieder geval geen 10 uur. Dat is op zich wel een interessant. dat is niet te laat voor mij. Maar, bij mij liggen ze er ook altijd te laat in. Maar goed, het klinkt alsof het heel... je kunt het proberen. Maar er zijn wel dingen die je kunt... Nou, bij YouTube is het zo. In principe, wij hebben zo'n partneraccount en ik hoef daar geen reclames aan te zetten. Nee. En soms ken ik iets verkeerd, dan staat er wel reclame. Dus van de week kreeg ik van Monique van Düsseldorp een mailtje. Ze zegt, ik kreeg halverwege de uitzending, een interview met Henk Blanke. Halverwege kreeg ze bij YouTube een reclame tussendoor. Die ken ik nog niet. Bij, een midrolletje. Bij YouTube is natuurlijk wel... die zijn denk ik ook aan het experimenten. Wij kijken er natuurlijk wel naar. Kijk, maar daar is natuurlijk wel een beetje het verschil. Dat is het lastige. Van hoe vergelijk je dingen? Kijk, YouTube heeft een soort... ik noem het altijd een soort oceaan aan streams. En daar zit alles in. En uitzending gemist is toch een beetje... laten we dat even zeggen. Het ene is dus heel zout en niet drinkbaar. En dit is een soort mooi kristalhelder bergmeertje. Ja. Met buitengewoon unieke content. En daar ga je... Dat kunnen we alleen maar wel exploiteren natuurlijk. Door als je dat skippen wil maken, dan moet je een ander model gaan kiezen. Want dat is natuurlijk inderdaad dan interessant wat NPO Plus gaat brengen. Maar
Het is voor de adverteerder in ieder geval nog niet interessant. Vraag daarover. Je zei het eigenlijk eerder al. Hè. Ik zelf altijd zeggen, voor mij wordt het pas een reclame als die me irriteert. Als die dat niet doet, is het informatie of is het vermaak? Of is het, dan hoort er wel een merk bij, maar dan ervaar ik het als iets anders. Ja. Het voorbeeld dat ik altijd geef was, vroeger had je op televisie had je MTV 2. Dat is Engelse MTV. Ja. En ik hield van Engelse muziek. En eigenlijk alle reclames daar waren meestal reclames voor albums die uitkwamen. Precies, het was voor mij nooit vervelend. Nooit vervelend, want het was waardevolle informatie. Wat doen jullie zeg maar met, jullie verkopen zendtijd, maar zijn jullie ook bezig met die reclamemakers? Van dit is, zo maak je een reclame beter of zo sluit die beter aan? Ja, we doen een aantal dingen. We hebben de Gouden Loekie in het leven geroepen om in ieder geval het publiek een stem te geven. Ja. En het publiek heeft altijd gelijk en zoveel mensen, zoveel meningen. Maar in ieder geval stimuleert dat wel reclamemakers om na te denken van maak iets onderscheidends of spraakmakends of in ieder geval niet per definitie. Ja, maar dan is het nog niet relevant, hè? Want het gaat over relevantie. En relevantie is de volgende stap. Volgens mij de tussenstap maakt dan nog eventjes, want je zei doe je ook nog iets van wat werkt. Ja. We doen wel veel onderzoek, ook bij radioreclame, maar bij televisie ook, van hoeveel boodschappen moet je in een reclame stoppen? Want soms kan het ook too much worden en dan maken mensen geen keuze en dan wordt het een beetje gemengde drop. En dan om even een shortcut. Zeggen jullie wel eens tegen een merk, die advertentie willen we niet in dat blok? Want daar zit dat soort publiek, blijkt uit ons onderzoek. En we willen die mensen erbij houden. We willen ze doorkijken. Dus wij willen daar gewoon relevante reclame, zoals Erwin net zei. Waardoor mensen ook blijven hangen. Nee, wat we wel doen, is dat we segmenteren op de doelgroep. Dus je zal niet in de Champions League zie je geen maandverband. Dat weet je, daar zie je dat. Dus daar zie je auto's of financiële dienstverleners. Dus daar wordt natuurlijk al wel op vooral sociodemografisch wordt dat ingedeeld. De volgende stap is natuurlijk van hoe kan je nog meer getarget of nog meer gesegmenteerd iets één op één laten landen. Waardoor mensen meer het gevoel hebben dat ze daar iets aan hebben. Ja, dat is natuurlijk massamediaal lastiger. Maar online kan je dat natuurlijk, zie ik daar sneller een slag geslagen. Wat wel weer interessant in dat kader is, is dat wij nog weer te maken hebben met een extra belemmering. Namelijk aanhakende reclame. Ja. En dat betekent dat je nooit de suggestie mag hebben dat de reclame rechtstreeks verband houdt met de inhoud van het televisieprogramma. Als een schrijver in een programma zit, mag daar niet omheen eigenlijk. Bij de Wereld Draait Door bijvoorbeeld? Sorry, dat mag niet? Dat mag niet, nee. En dat van is de mediawet? Nee, dus mediawettelijk is dat gewoon absoluut. Dus je mag helemaal geen relevante reclame uitzenden? Feitelijk is eigenlijk is dat dus nu het grote vraagstuk. En dus als jij na Noorderslag een reclameblok hebt en je zegt het leuke album van Eurosonic, iemand heeft daar een iets van... Een hebben gewonnen en we krijgen een oppositie reclame. Dan zou je daar zo'n boete voor kunnen krijgen, dat is fascinerend. Ja, dat vind ik eigenlijk wel vrij fascinerend. Maar ik denk wel dat dit soort dingen staat natuurlijk. Als wettelijk je het hebt je disruptie of dingen die op zoek. Dit zijn natuurlijk wel, het zijn dingen die zijn natuurlijk heel lang geleden bedacht. En met wel een bepaalde reden. Maar de vraag is of dat op dit moment nog zo houdbaar is of zo relevant. Moet je op die manier de burger beschermen? Ja, dat weet ik niet. Misschien wel, maar misschien ook niet. Dat is een interessante vraag. Dus er zou wel een billboard mogen na een orenslag van dit programma werd u aangeboden door Spotify. Ja, dat mag wel. Dat mag wel, want maar dan mag niet is ook cultureel, dus dat mag. Ja, er zitten zoveel onbegrijpelijke elementen in dit soort dingen. Ja. Voor mij als en je loopt natuurlijk altijd daarin ook een beetje helaas achter de feiten aan. En wat op enig moment is natuurlijk de mediawet ook. Daar is natuurlijk ook het online domein bijgenomen, als het ware. En wij kregen ook ineens, daar hebben we natuurlijk al een beetje voor gestreden, want wij zagen daar wel kansen. Maar ook expertant op het online traject, op alle online content van de publieke omroep. Maar waar je ook zendtijd definieert op radio en televisie, zoveel procent van de zendtijd. Ja, dat kan je natuurlijk allemaal redelijk makkelijk bekijken, vaststellen, monitoren, handhaven. Dus online is natuurlijk allemaal veel ingewikkelder. Ja. Hey, een vraag van Bert de Boer die al eventjes stond. Die vroeg zich af, ook mede naar aanleiding van het naderende Olympische Spelen. Welk aandeel hebben sportevenementen zoals de WK en de Olympische Spelen in jullie omzet? En hoe essentieel is het dat de NPO uitzendrechten behoudt op sportgebied?
Twee vragen. Nou, één, het is wel substantieel. Met in een evenementenjaar haal je dus in specifiek komend jaar, dus in februari en in juni, heel veel meer kijkers. En dat verplicht dus direct, want meer kijkers betekent meer bereik. En meer bereik betekent meer geld. Dus, en er is een wetmatigheid in onze branche dat het geld volgt de kijker. Dan moeten we daar natuurlijk extra inspanning voor verrichten om dat ook goed uit te verkopen. Het andere vraagstuk is, hoe belangrijk is het? Nou, het is een beetje, het begint natuurlijk bij welke taak de publieke omroep heeft. Als jij de taak hebt en de ambitie om voor iedereen iets aan te bieden, en dat in breed te doen, en voor rijp, groen, oud, jong, dik, dun, alle doelgroepen in de samenleving, dan is sport daarbij wel een hele belangrijke pijler om, ook om die breedte, om daarin in te voorzien. Kijk, wij zullen nooit als ster dicteren of zeggen of er moet dit of er moet... We zijn geen RTL waar als Unilever heeft geroepen, we gaan toch iets meer nog weer nieuwe soorten shampoos voor jonge vrouwen op de markt brengen. Hebben jullie nog wat meer zo werkt het niet. Dus dat is, wij zijn volgend aan het aanbod van de publieke omroep. Maar op het moment dat wij weten wat er is, geven wij natuurlijk wel aan wat dat oplevert. En ook, een heel mooi voorbeeld is daarin, een paar jaar terug was dat journaal Nova. Dat is op een gegeven moment toen Nieuwsuur geworden. Het was het beste blok van Nederland 2. Dat is toen wel gesneuveld. Ja, om programmatische redenen. Dat is uiteindelijk, zo werkt het ook. Dat is dus, ik maak wel een sommetje. Ik zeg, luister, dit is wel de consequentie. Maar uiteindelijk, als je publieke... Die prevaleert dan dus ook. Ja, nu hetzelfde met Wereld Draait Door. Wereld Draait Door is naar Nederland 1. Nederland 1 was natuurlijk al een uitstekend... Dat blokje voor het 8 uur-journaal was al een uitstekend blok. Ja, dat is nu nog een tandje beter. Maar... Ja. Maar je verlies is wat op dat andere... Maar dat weegt niet op tegen wat je op 3 had. Nee, dat op 3 valt er wel een backbone weg. Ja. Eén vraag die grijpt even net terug naar die aanhakende reclame. Matthijs de Bruin, of De Bruin, vraagt wie de boete moet betalen bij aanhakend adverteren. Zijn jullie dat, de adverteerder of de omroep? Nee, de omroep moet betalen uiteindelijk, de publieke omroep. Maar we zorgen natuurlijk dat het niet zo ver komt. De NPO krijgt een boete. De NPO krijgt een boete. Niet specifiek omroep die het programma uitzendt. Wij zijn een zendgemachtigde, een niet ledengebonden zendgemachtigde. Met een specifieke opdracht. Met een specifieke taak. Ja. En met een wettelijke taak, dat zijn wij. En wij moeten dus in staat worden gesteld om ons werk te doen. Maar dat doen we dan op de zenders en in de zendtijd die daarvoor dan is vastgesteld. Maar de NPO krijgt dan in principe die boete. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, ik ben nog eventjes wat kijkerspost aan het afhandelen. Hoeveel tweets krijg je nou per zo'n programma? Voetbal speelt niks voor vergeleken bij gewoon een gemiddelde dinsdagavond op Topnext. We kunnen het helemaal niet verwerken. Kan je me morgen eventjes de cijfers de ratings doorgeven? Pas geleden had hij een Google Glass had hij dan bij zich. En toen dacht hij, dat is handig. Dan kan ik al die tweets binnenkrijgen in mijn bril. Ja. Binnen 5 minuten ook fijn, of niet? Ja, zie je dat? Boem. Het blijkt in ieder geval dat de Google Glass niet geschikt is voor ons programma. Voor ons programma, nee. Dus, voor de rest biedt het veel mogelijkheden. Mooie foto's. Ja, ook dat. Ja. Dat in ieder geval. Ja. Het zijn dure foto's van $1,500. Het wordt spannend hoe het verder gaat met de ster. De komende jaren, lineair, niet lineair, mobiel. Maak even je zin af wat jij... Ja, wat ik heel spannend vind, is hoe de publieke omroep zich natuurlijk... Dat is wel de kern. Daarop, we hebben daar wel ideeën over en die delen we natuurlijk ook regelmatig. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk dat zij in staat zijn om... Het tempo van ontwikkelingen gaat heel hard. En het is wel goed dat je daar ook de kans krijgt... om het publiek omroep ook in die nieuwe fase daar heel sterk in neer te zetten. En de veerkracht bij het publiek omroep is groot. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Hey, maar daar nog even over. Want tegelijkertijd zeg je, als ik naar de cijfers kijk... verandert het eigenlijk helemaal niet zoveel. Want we kijken meer dan ooit naar de concurrentie wordt groter. Ja. Maar het blijft natuurlijk nog een substantieel geheel... van het dagelijks kijkpatroon van kijkers. Ja, dat is evident. Dat is gewoon vastgesteld. Zit daar nog verschil in generaties? Want in ieder geval het publieke omroep heeft een relatief nogal ouder publiek. Profiel, klopt. Als jullie naar de jonkies kijken, kijken die ook nog evenveel live? Die kijken nog steeds. Wat je ziet is wel dat er de
kijktijd daalt daar wel ietsjes ten opzichte van een paar jaar terug. Wat de eerste onderzoeken laten wel zien op het moment dat zij zich weer gaan settelen, dat ze dan ook weer iets meer in een wat georganiseerde leven leiden. Dat ze toch iets meer couch potato gedrag misschien gaan vertonen, waardoor dat lineair kijken toch ook weer een ingebed wordt. En interessant of dat een trend is. Of dat kan je nu nog niet helemaal zeggen. Dat is natuurlijk de eerste digital natives gaan zo meteen huisje, boompje, beestje doen. Dus ja, dat weten we dan nog weten niet, we denk ik. Pas meer. Dan weten we meer. Ja, ja, daarom, ik heb heel erg het gevoel dat nu de laatste maanden met de komst van de eerste goede on-demand diensten. Want ik denk dat pas nu een paar maanden, dat we echt goed on-demand kunnen kijken. Ja. Met Netflix en wat gewoon helemaal top werkt. En de eerste RTL gaat er nu groot in. Pathé Thuis doet het heel aardig. Er komt steeds meer. Ik denk dat we pas nu de versnelling gaan zien. Mogelijk. Ik merk het ook aan eigen gedrag en early adapters die je erover spreekt. Je ziet het in de online media van hoe vaak ik niet zie op zaterdagavond dat mensen zeggen het regent buiten Netflix. Ja, eens. Dat is zeker zo. Ja. Aan de andere kant zie ik ook juist weer dat bijvoorbeeld mijn kinderen vinden het fantastisch om met z'n allen Wie is de Mol te kijken. En dat moet dat liefst wel. Dat kan, we kunnen hem even stopzetten, maar liever niet, want er moet getwitterd worden tijdens Wie is de Mol. Ja, dat is met wel zo. De hele vriendenschaar. Dat vorige week vertelde ik ook hier bij mijn kinderen wilden niet, of mijn dochter met name, die heel erg moe was, wilde niet Sherlock, wat wij bij de BBC kijken, laten kijken. Want ze zei, dit is de tijd van internet. Ja. Toen zei ik, maar dan kan je toch juist laten kijken. Maar zei ze, nee, dat kan niet. Nee, want dan weet spoilers, ik het al. De spoilers komen via Twitter of via Facebook langs. Dat is een reden om live tegengestelde bewegingen. Ja, het is wel interessant. Ja. Super, bedankt. Hartstikke succes. Jij bedankt. En als je nog een reclameblok hebt te slijten voor gewoon een kleine... Zal ik die nog even een beetje doorstaan? We doen even een kleine... Laat maar door. Want je hebt je microfoontje nog op. Blijf maar even zitten. Bedankt voor het kijken. Je weet het, we hebben een prachtig archief waarin je... ik ga binnenkort een keertje echt tellen, want we noemen altijd maar... Ik weet zeker of er meer dan 200 zijn. Het precieze aantal weet ik eigenlijk niet helemaal. Komt ook omdat we ook nog op festivals soms een grote ruk doen. Maar duik in ons archief als je meer van dit soort interviews wilt zien. En als je live kijkt, blijf kijken, want zo direct gaan we verder. Dankjewel. Dag. Die zijn oude loepjes. Oké. Okay. Hey, look.